zijn hier voor het Week van het Goud en daarom gaan we met goud werken vandaag. We doen een speurtocht. En de bedoeling is van de speurtocht dat we dingen uitrekenen. Bijvoorbeeld voor groenten, voor chips. En dan moeten we dat allemaal opzoeken. En nu zijn we op zoek naar de ribeye. En dan moeten we uitrekenen hoeveel gram ribeye we kunnen kopen voor 100 euro. En dan hebben we hier een blaadje. Daar staan allemaal vragen op. En die vragen moeten we allemaal beantwoorden. En benieuwd. Is dit genoeg? Ja. Ja, toch? Laten we maar weer. Dank u wel. Lekker, lekker. Ja, ja, super. Ja. Gaan we die doen? Ja, die doen we. Ja. En normaal gesproken, als je drie worsten los zou kopen, zijn ze waarschijnlijk duurder. Lekkerste vruchten die je maar kan krijgen. Wat doe je daarmee? Wat koop je dan? Bak je dan? Stukjes snijden, maar deze rood-groene schil kan je niet eten. Maar de binnenkant is een soort kiwi, maar dan wit. Ja, je mag de allermooiste uit. Help jullie maar. We leren hoe alle vruchten smaken en hoe iemand alle dingen verkoopt. En dan kan je één ding zeggen, deze drie heren kunnen echt supergoed verkopen.